Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Ik ging naar de Primark. Voor sokken, want die moest ik hebben, want mijn sokken zijn op. Ik heb dit keer gewoon lekker blauwe genomen. En die waren 3,50. Dus. 10. En dus 5 paar. 1, 2, 3, 4. Ja, 5 paar. 3,50. Dan zag ik bij Beauty Lover dat ze bij de Primarkt body scrub heb gekocht. Vanille plus brown sugar. Volgens mij had ze die. Dus die heb ik meegenomen. Die was ook 4 euro. Soms ben ik wel eens lui en dan wil ik alleen maar gewoon mijn gezicht schoonmaken met doekjes. Dus die waren 1,50. Twee pakjes. En dan heb ik Hydralonic en Niacinamide Booster Serum en Etic Booster Serum. Allebei 4 euro. Ik dacht, nou, laat ik het eens proberen. Baat het niet, schaadt het niet. Ingrediënten leken me goed. Dus ik ga het proberen. En ik zal even het flesje laten zien. Het is niet zo'n klein flesje hoor, moet ik zeggen. Het is wel een behoorlijk flesje, kijk. Het is wel een groot flesje. Bijna zo groot als mijn hand. Dus die is even lezen. Nou, kijk. Normaal heb ik zoiets. Oké, ik ga op mijn werk kijken. Deze jongens. Maar kijk. Flare pants. Dus ik kan een oranje t-shirt, een witte t-shirt of een abrikozen t-shirt. Dus die, dat was trip 1. De tweede stop was het kruidvat. Ja, en dat heb ik wel gedaan. Die moest ik even hebben. Ja, 99 cent. Altijd lekker tussendoor. Drie APC'tjes gehaald voor 1,69. En een Voltaren. Twee, die in Voltaren was 5,99, ja jongens. En die Clovinac 3,99, ik heb er twee van meegenomen. Magnesium Nacht. €11,49. En dan heb ik twee verschillende mascara's meegenomen. Eén van het kruidvat merk. Waterproof. En één van Essence Waterproof. Deze is vegan. Deze is ook vegan.
Dus ik ben benieuwd. Dan ga ik even kijken wat ze kosten. Ja, de een is 3,99 en de ander is 3,89. Dus ik denk dat deze 3,89 is. Deze 3,89 en die 3,99. Ja. Dus dat. En dan ben ik nog even naar de Ethos gegaan. Want ik zag dat Termen in de aanbieding was. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Als het goed is, is het dierproefvrij. Maar hou het even tussen aanhalingstekens. Ik weet het niet zeker. Maar ik had gelezen dat deze tube heel erg goed was. Dus ja, ik zit ook iedere keer met die struggles met sticks en weet ik veel wat. Toen heb ik er ook nog een paar andere gekocht, een nieuw merk, maar het wil niet zo. Dus nu was er 1 plus 1 gratis. Dus deze waren eentje 7,99, toch? Oh nee, 8,99. Oké. Okay. En dan heb ik nog een voetcreme. Dus van Hansplast, die was 7,99. Dus ik wou zeggen, ja, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. En